specialiteit. Op de sommigen is dat mensen verwijten, bij andere mensen verblijden. We velen in de rug snijden van personen die hem bestrijden. Maar ik vind een specialiteit hetgene dat er mij toe leidt. Tonen wat ik kan zijn van een man zonder angst, zonder geld zitten maakt mij niet meer bang. Want je weet het man, het komt er toch al terug van. Geld vragen is een van de enigste dingen dat deze regering kan. Maar geld maakt niet gelukkig, je geld maakt ongelukkig. Geld wordt gebruikt voor chantage van de burgers. Ze behandelen ons als sukkels, dat is voor mij de druppel. Ik kan er niet meer tegen hoe ze mij commanderen, afpersen en mij zo degraderen naar de samenleving die door deze leiders weer vergeten en verweten. Maar criminelen die zorgen voor die legale om de wereld en steeds worden bestreden. Ze steeds dieper in die fucking put geraken. Dat is wat zilder van mijn leven en mijn gemaken. Maar ik zal niet kraken, ja ik zal blijven graven. Ik blijf niet bij die slaven, niet bij die brave schapen die slapen. Die blijven lopen hoe til de wereld opgedragen. En dan al het lopen klagen, maar dan begint het van binnen te knagen. Waar is de zot van de vragen, waarom word ik afgerept? Waarom werk ik elke dag en geef ik alles af? Het is gewoon maf, is het een straf of ben ik laf? Dan ik dacht, kan iets doen tegen die financiële macht die mijn leven verzwakt en zorgt voor daling van productieve kracht. Verlies van aandacht en de contra van zacht. Ik word hard en mijn hart wordt zwart. Mijn brains worden gedacht, mijn ziel wordt iets helemaal apart. Daarvoor moet bezinnen, de slogan stak wie de baf. Anders let die shit op mijn graf. Zit ik beter dan ik denk. Ik weet het leven dat is een geschenk. Ik moet dat perceren waar ik hem gekregen. Maar toch zijn er velen die dingen wel of niet hebben verzwegen. Wat kan ik daaruit concluderen? Velen zijn niet wie dat ze zeggen dat ze zijn. De leugens en betrogen over valse brein. Verzonnen verhalen over zichzelf, de speciale die alles weet en alles kent. Maar ik heb ze al te denken. Nee, op de specifieke tracks, ik zend dat fake toe. Ik leur het allemaal moe, waar gaat het hier naartoe? Hier voordeel van de fucking shit is inspiratie. Ja, een overvloed, ze kan ik kiekies aan die losers tonen hoe dat echt moet. Ik blijf realistisch, niet commercieel gericht, niet egoïstisch, maar op muziek gericht. Niet met een vals gezicht, zo dat ik zelf verplicht te zijn. Ik zal me niet schamen voor mijn identiteit. Of leven dat ik leid, ik gebruik geen misleiding om te krijgen wat ik wil. Voor iets te bereiken, de vuur gebruik ik op mijn skills. Ik zal doen wat ik zeg, want ik ben te vertrouwen. Ik ben niet zoals die ontrouwe haters en praters die zagen en jagen naar dagen zonder klagen. En zo mensen vragen en plagen naar bijdragen om hun leven beter te maken. Maar die fuckers die beseffen niet wat dat zo kapot maken. Echte vriendschap is niet snel meer te vinden. Hetgene dat de meesten doen is dingen verzinnen om zo dingen te winnen. Zodat ze kunnen doen wat dat ze willen en ze geven geen fuck op wat dat ze verspillen. Zo van die fucking mannen die zak ik kunnen killen. Want mezelf opgitten, daar mag ik niet terug mee beginnen. Want dan kom ik niet buiten mijn zinnen, ben ik niet meer te beminnen. Ik zal mijn eigen